We hebben het beste stelsel ter wereld. En je moet je afvragen waarom we het dan veranderen. Pensioen levert tot dus zekerheid op. En mensen haten onzekerheid. En die overgang van zeker naar onzeker is, denk ik wat u net ook zegt. Uh, uh, mevrouw Jozef zei in de deskundige bijeenkomst bij ons van Achmea: je zal maar meemaken dadelijk dat er het eerste jaar een grote klap komt in je pensioen. Dan is je vertrouwen weg en dat komt nooit meer terug. Dat, dat is eigenlijk in de, in de kern het, het probleem. Ja. En, uh, Waarom zouden we het stelsel veranderen als nu blijkt met de rente van vandaag, die 3%, dat er gewoon de, geïndexeerd kan worden, omdat het stelsel blijkt kerngezond te zijn en heeft alle stormen van de laatste 20 jaar doorstaan.